Yo, Vaco Gamers, Lars hier. Welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Two Point Hospital hier op Vaco Games. En jongens, we zijn nog steeds bezig met onze quest naar 3 sterren voor dit ziekenhuis. We zijn ondertussen heel hard onderweg naar de eerste ster. Onze wetenschappers die hebben een nieuwe ziekte ontdekt. Iets met verstopte wc's en zo. En daar worden mensen blijkbaar heel erg ziek van. Moet je niet willen. Dus laten wij eens kijken of dat we misschien iets daaraan kunnen doen. Laten we eerst maar eens even een extra nurse hebben. Madeline Muddle, hapseke. Beetje in mijn gangen lopen piezen. Of je het even wil laten. Je bent geen peuter. Jongen. Misschien moeten we daar ook even wat aan doen. Een wc. Er is niks zo vervelends. Dat ben ik op zich wel met de mensen eens. Er is niks zo vervelends als naar de wc moeten. Maar niet kunnen omdat er geen wc is. Dat is zo vervelend. Ik snap dat. Ik voel dat. Dus laat ik gewoon eens eventjes daar de mensen een beetje in tegemoet komen. Met de wasbakkie. En een handdrogertje aan de andere kant. Hoppakee. Kunnen ze daar in ieder geval plassen. Dat scheelt. En dan worden mijn vloeren ook niet zo smerig. Want vieze vloeren is ziektebacillen en... Dan gaan mensen dood, wil ik zeggen. Dat is de tweede al die doodgaat. Dit is niet goed voor mijn reputatie, dit. Ik moet hier even wat gauw wat aan gaan doen. Ik moet echt betere mensen hebben. Mijn dokters die doen maar wat. Kijk, bijvoorbeeld als je gewoon... Zeg maar visboer bent, dan kan dat nog wel. Dan gaan mensen hooguit klagen dat je vis een beetje smerig is. Maar als dokter moet je natuurlijk niet zomaar wat gaan doen. Dan gaat het meestal fout. Dus laten wij gewoon eens eventjes betere mensen aannemen. Misschien dat we dat moeten doen. Of we kunnen ze trainen, dat kan ook nog. Teach staff new qualifications. Maar op zich, ik heb toch niet zulke hele slechte mensen. Ik heb er best wel goeie. Een nieuwe ziekte. Hurty leg. Ah, dat hebben de kleuters op het schoolplein ook heel vaak. Mijn been doet pijn. Requires a fracture ward. Oké, dat is goed. Fracture ward. Maar misschien moeten we die ook een beetje upgraden. Want in de fracture ward hebben ze 1 zo'n ding. 1 zo'n plastercaster. En dat is gewoon te weinig. Dus ik moet 1 extra plastercaster hebben. Kunnen we die upgraden? Edit. Kunnen we 1 zo'n extra plastercaster? Kijk, hij kost even wat. Zetten we die even daar neer. Maar dan kunnen ze wel 2 keer zo efficiënt werken. En dat vind ik wel heel erg fijn. Heb ik nou al die patiënten eruit gegooid? Nee, toch? Dat hoop ik niet. Dan kunnen we 2 keer zoveel mensen in de ward krijgen. Onze dokters hebben een nieuwe ziekte ontdekt. Potty mouth. Godverdamme, smerige potty mouth. Dat willen we niet. Geen potty mouth. Hier is het koud. Dat moet niet. Het mag niet koud zijn. Hier. Hoppakee. Want we moeten sowieso... Is het ook koud op de wc waarschijnlijk? Ja, zo koud op de wc. We moeten er ook voor zorgen dat het een beetje lekkere temperatuur is. Anders krijgen we geen sterren. En dat is natuurlijk wel wat we doen, hè, voor de sterren. Hoppakee, dat is 2. Nu moeten we alleen nog 50 patiënten genezen. En dan moeten we er nog 37 voor. Dan hebben we onze eerste ster. Maar dat doet toch altijd goed. Een gezondheidsinspecteur komt er langs. Oké, wie? Mr. Jobsworth. Oké, stuur me door. Mr. Jobsworth. Moet lukken, toch? Misschien kunnen we hier nog een extra pharmacy aanleggen. Hoppakee, zo. Met een radiatortje erin. Dus gaan ze weer lopen zeuren dat het weer slechter wordt. Dat willen we ook natuurlijk niet. Voorlopig gaat het best wel lekker in mijn ziekenhuis, jongens. Wat heb jij nou weer gedaan? Hoe krijg je je hoofd in een pan? Hoe doe je dat? Dat is gewoon knap. Dat is gewoon erg knap. Kijk, als je nou een peuter bent... die met een pan aan het spelen is, oké. Maar je bent een volwassen vent. Come on, serieus. Steek je dan je hoofd in een pan? Ik hoop het er niet. Of een extra gozer aannemen. Extra schoonmakertje. Je weet het nooit... Je weet het nooit. Die Starf Request gaat hem ook niet echt worden, denk ik. Ik heb gewoon te weinig patiënten. Ik moet meer patiënten hebben. Mensen moeten zieker worden in dit ziekenhuis. Mensen moeten echt zieker... Oh, wacht, er komt er weer eentje aan. Daar komt weer een hele club aan. Wat hebben deze? Oh, die is in zijn eentje. Oh. En hij loopt nog. Iets zeg maar dat dit niet nodig was om die gozer met een ziekenhuis... een helikopter hier naartoe te brengen. Hashtag aanstellig. Mag ik even hashtag aanstellig in de reacties? Alsjeblieft, dank u wel. Ik vind mensen aanstellers in dit ziekenhuis. Dat vind ik echt. Maar voorlopig gaat het wel redelijk. Happiness plus 5. Diagnose 0%. Oh. Wat heeft die vent? Daar is het dan al met deze koekenwapper. Pan labs required. Hij gooit het wel netjes in de vuilnisbak. Oké, dat is knap dat hij die kan vinden met die pan over zijn hoofd. Maar goed. Pan lab required. Oké, dus die moeten we hebben. Maar ik heb echt gewoon geen ruimte. Hoe gaan we dat doen? Kunnen we misschien extra ruimte erbij kopen? Plot 3. Plot 2.
Bi-hospital. Kijk, het kost even 30.000. Maar je moet wel uitbreiden. Als je namelijk geen andere dingen hebt. Ja, dan kunnen we ze ook niet genezen. Dan gaan ze naar huis, worden ze boos, chagrijnig, gaan ze huilen. Willen we allemaal niet. Oh. Mijn patiënten zijn wel een beetje piependoos hoor. Kunnen ze in principe niet zoveel aan doen natuurlijk, maar... Het is wel even een dingetje. Pen slap required. Ja, wacht even. Rustig aan, vriend. Get patient to wait. Mag ik even een nieuw ziekenhuis bouwen? Doen ze in China ook. Kunnen ze ook in 14 dagen. Dat kunnen ze hier bij mij dus ook. Gewoon een beetje doorbouwen. Hoppakee. Kunnen we dat PAN-laboratorium, die kunnen we wel alvast bouwen. Want die kunnen we prima hier doen. Dat past niet. Waarom past het niet? Is dat voor Duits kwaliteit ding? Hier dan maar. Zo. PAN-laboratorium. Deurtje daar. Zo kunnen ze daar met pannen van hun hoofd afhalen. Lijkt me toch wel een dingetje. Hoppa. Wat hebben we daarvoor nodig? Een dokter natuurlijk. Een dokter met verstand van zapen. Meer soep dan sandwich. Oké, dus deze mensen houden meer van soep dan van sandwiches. Snap ik. Sandwiches zijn lekker, maar soep is awesome. Dus... Hey, nieuw stukje. Lekker. Oké, wat gaan we daarin doen? Wat hebben we überhaupt nodig? We fail to complete. Ja, hallo. Kan ik het helpen dat er weinig mensen ziek worden? We kunnen ze toch niet expres ziek gaan maken, weet je wel? Dat gaat een beetje tegen de medische codes in. Planten hebben water nodig. Joh, echt? Boehoe. Dat wist ik niet. Weer wat nieuws geleerd. Ik leer elke dag weer wat nieuws. Nieuwe ziektes. Monobrow. Oh, dat zegt Bren ook altijd dat ik dat heb. De monobrow moet voorzichtig verwijderd worden en in een veilige container geplaatst worden, zodat de monobrow niet ontsnapt. Oké. De ward moet eigenlijk gewoon groter. Eigenlijk is dit dus niet heel handig wat ik nu hier heb. Dit is gewoon eigenlijk te klein. Wat ik nu hier heb. Misschien moet ik dit groter maken. Of in ieder geval grotere ruimtes voor maken. Dat ik hier alle diagnose dingen doe. Zo van, wat heb jij? Wat heb jij? Wat heb jij? Dat we dat hier kunnen doen. En dat we ze dan naar een grotere kamer sturen zoals hier. Ik denk dat dat beter is. Als ik heel eerlijk ben. En dan moeten we dus wel hebben een fracture ward. Waar is dat ding? Hier, fracture ward. Kan ik die wat groter maken hier? En dan doen we er een gewone ward naast. Dat lijkt me het meest efficiënt. Zo. Dit kan wel. Moeten we er hier ook een paar van hebben. Wat is zo'n ding? Een plastercaster. Doen we er daar twee van. En dan een traction bed. Daar moeten we er dus meer van hebben dan in die andere kamer. Dat wordt wel even een dingetje, maar we gaan passen. Invalid wall location. Waarom nou? Gaat dat prima daar. Zo. Doen we deze hier, doen we die daar. Dan kunnen we 6 mensen in de plaster ward krijgen. Misschien zelfs nog eentje, als ik er nog eentje hierbij... Dit is goed. Dit is nice. Dit is prima, zo moet die zijn. Earthquake warning. No! Dat willen mensen niet. Geen earthquakes. Plaster caster. Dan kunnen we deze ruimte kunnen we in principe sluiten. Verkoop die kamer, dan krijgen we 30.000 euro terug. Dan moeten die mensen maar gewoon even... Aardbeving. Doe chill, broer. Doe chill. Mijn zorg op naar beneden zetten. Niet acceptabel. Misschien moeten we even een bankje neerzetten. Dan kunnen mensen hier wachten. Dat is wel vervelend als je dan een gebroken been hebt, dat je dan moet staan. Dat snap ik ook nog wel. Staff promotion. Oké, promotie, alsjeblieft. Een van onze patiënten, Troy Fox, is volledig uitbehandeld, maar we weten maar 66% zeker wat hij heeft. Wacht maar even. Wacht maar even, fracture emergency. Oh, dat kunnen we aan. Dit kunnen we aan. 5 patiënten, prima. $5.000, helemaal goed. Dan kunnen we namelijk deze kamer... kunnen we gebruiken voor een general diagnosis room. Die hadden we nog niet. Dat is eigenlijk een soort van extra GP. Dan worden ze extra onderzocht om te kijken... wat hebben jullie nou eigenlijk? Ben je zelf gewoon aan het aanstellen of heb je echt wat? Dus laten we daar maar gewoon eens eventjes voor zorgen dat we dat helemaal netjes hebben. Zo, hoppakee, dat is die. Misschien, ik bedenk me trouwens in één keer, er moet hier natuurlijk nog wel, belangrijk voor dit level, radiatoren komen te staan. Anders krijgen mensen het koud, jongen. En dan gaan ze zich weer aanlopen stellen. Willen we dat? Nee, dat willen we niet. Zo, hoppakee. Kijk, er staat hier nu dus gewoon al een wachtrij van 6. Misschien een extra zuster. Vivian Legend, die wil ik hebben. Als je een legend bent, dan wil ik jou hebben in mijn ziekenhuis. Absoluut. Legends all the way. Hier moeten we nog extra zuster voor hebben. Increased diagnostic skill. Dat wil ik hebben. Want we moesten een diagnose stellen bij die gasten. Dus die moeten we hebben.
Deluxe Clinic. Oké, okay, wacht maar even. Die kan ik nog wel eens krijgen, denk ik. Een Deluxe Clinic. Die kunnen we hier doen. Of we kunnen hier een extra ward bouwen. Ik denk dat de ward beter is hier. Dan moeten ze maar even wachten op die Deluxe Clinic. Deze past prima mooi in het hoekje. Dan kunnen we daar omkleden. Zo. Hoppakee, dan kunnen we... We kunnen er 6 mensen in kwijt. Dat moet te doen zijn, zou je zeggen. 6 mensen. En natuurlijk een... Waar is die? Radiator. Daar. Het krijgt natuurlijk koud. Gaan ze even aanlopen stellen. Je mag er in principe best in, hoor. Of worden eerst die andere patiënten geholpen? Maar dit zijn geen emergency gevallen. Laat die gasten lekker. Ik wil eerst mijn emergencies hebben. Get a level 4 Deluxe Clinic. Staff Challenge van Vivian Legend. Dat mens heet Legend. Dat kan je toch niet negeren? Accepteren. Hoppakee. Een 4 sterren Deluxe Clinic. Ik zou niet eens weten waar ik die neer moet gooien. Misschien dat we deze even kunnen vervangen. Want deze hebben we toch nog niet benodigd tot dit moment. Verkopen, dan bouwen we hier een Deluxe Clinic. Deluxe. 4 sterren, dat is best lastig. Maar ik denk wel dat ik het kan. Hier kan een deur. Deluxe, dat is 1 ster, 2 sterren. Prestige level 2, er moet nog een bin bij. Er was een trucje voor, ik weet alleen niet of dat nog steeds werkt. Dan kon je hem helemaal volhangen met awards. Zo'n Dutch YouTube Awards, maar dan anders. Hoppakee, awards, dat doet het echt perfect voor je reputatie. Hoppakee, awardje hier, awardje daar. Certificate voor de dokter. Kijk eens even. Clown poster. Mensen zijn gewoon kleine clowns hier in het ziekenhuis. Oh, hou je bakken stand. Een plant erbij. Mooi plant in Toekie. Hoppakee. Drinking fountain. Altijd lekker. Je doet het niet echt, hè? Misschien wel wat extra gold awards ophangen. Hoppakee. Extra gold. Prima. Hoppakee. Level 4. Upstakee. Get a level 4 Deluxe Clinic. Done. 62% zeker van de diagnose. Oké, dat gokje neem ik wel. Jazz hands. Moeten ze naar de ward? Oh. Die heb ik net weggegooid bij Pants Lab. Oké, wacht maar even. Ik bouw weer een nieuwe voor je. Staff challenge done. Helemaal lekker. Hey jongens, dan denk ik dat het eigenlijk best wel heel goed gaat tot nu toe in het ziekenhuis. We zijn bijna op de helft. Van 1 ster. Dus dat gaat best wel vlot. Ik hoop jullie dan de volgende keer weer terug te zien. Als we misschien dit stukje erbij kunnen kopen. Dan kunnen we dat ook weer gebruiken om extra dingen neer te zetten. Want ik begin te merken dat mensen nu wel echt steeds meer problemen krijgen. En ik kan het niet allemaal handelen op dit moment. Dus ik denk dat we de volgende keer lekker gaan uitbreiden. Mocht jij nog geen like gedaan hebben in de tussentijd. Doe dan even een like knallen als je dat nog niet gedaan hebt. En hopelijk zie ik jullie dan de volgende keer weer terug. Bij de volgende aflevering van Two Point Hospital. Hier op Vaco Games. Als we verder gaan met het genezen van zoveel mogelijk patiënten. Voor het grote glorie der vaderland. Of zo, I guess. Ja toch. Mazzel jongens.